Huub, we zijn hier bij jouw mengvoederbedrijf. Wat houdt het precies in? Wij maken voer voor koeien en varkens in deze fabriek voor varkens. En dat houdt in dat wij op basis van diverse grondstoffen een uitgebalanceerd mengsel maken om de varkens zo goed en gezond mogelijk te laten leven. Het is echt een familiebedrijf, hè? Ja. Hoeveel generaties bestaat het al? Het bestaat 4 generaties. Dat wil zeggen, ik ben de 4e generatie. Opgericht in 1897 met een windmolen. En inmiddels uitgegroeid tot een mengvoerbedrijf. 116 jaar later. En waarom is dat nou per definitie succesvoller dan andere bedrijven? Of is dat überhaupt wel zo? Nou, per definitie denk ik niet dat het succesvoller is. Maar je ziet dat heel veel familiebedrijven op dit moment succesvol zijn. En ik denk dat dat te maken heeft met hun lange termijn visie. En ook het op lange termijn investeren en niet gaan voor de korte termijn winst. Ja. Hoe hou je nou die passie vast, hè? Elke dag weer naar die fabriek hier, elke dag met dat veevoer bezig zijn. Hoe pep je jezelf op? Dat is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk, want het is gewoon hartstikke leuk om het te doen. Zelf mogen beslissen en dingen mogen bedenken en dat dan invoeren. Dat is gewoon heel leuk om te doen. En als dat dan lukt, dan geeft dat gewoon een kick. Hoe zijn de vooruitzichten voor jouw bedrijf de komende jaren? Want er zit toch economische crisis, hè? Maar je ziet er heel optimistisch uit. Ja, ben ik ook. En vrolijk uit. Dus volgens mij gaat het hartstikke goed. Het gaat heel goed. Het is in de landbouw, in de veehouderij waar wij aan leveren, helemaal niet makkelijk. Er is zowel economisch als maatschappelijk heel veel druk op de boeren. Daar moeten wij dus mee werken, rekening mee houden. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet positief ben. Want ik denk dat de Nederlandse landbouw top is. En dus ook de mengvoerbedrijven daar heel goed mee verder kunnen. Wat is nou jouw belangrijkste passie? Ik wil iets doen wat er toe doet. Het moet een bijdrage hebben aan mijn eigen leven, maar ook aan mijn omgeving. Ja. Dus niet van 9 tot 5 een baantje en dan verder maar zien wat er gebeurt. Maar het moet wat bijbrengen. Ja. En als het even kan, ook nog naar de volgende generatie.